Hallo allemaal, welkom bij Tizzy and Toys. We gaan weer verder met 3 Entertainment avontuur Pokémon. We zijn op weg naar de Terra Gym. Ja, we zijn op route 7 land. Hier gaan we heen. Route 7. En heb ik de goede voorstaan? Let's go. Double battle. Dan gaan we beginnen. Point and Pachuichu. Ja, dat is niet zo heel erg handig. Laat me eerst gewoon even de Ponyta gaan doen op Pachuichu. En de Bubble Bean op Ponyta. Ja, nee. Oh. Ja, zie je? En potion, oké. Ja, dat heeft geen nut. Stop ik hem een keer, mooi. Alleen dat heeft geen nut. Hier, ik krijg maar heel weinig HP voor terug. Laten we me daar maar Judo eruit gooien. En deze gewoon Bubble Beam verder gaan. Moet ik wel weer healen. Hierna. Oh. Ja, dat doet me niet. Nee. Ja, dan is hij dood. Had dan even een Porsche moeten doen of zo. Nou, gaan we eens even wielen. Kan ik hier naar beneden? Kom ik weer in Orbex City? Kunnen we hier wielen? Heb ik wel fiets nodig? Even kijken hoor. Candy, Escape Rope. Dit zijn de TMS Fighting Rock Smash. Oh, dat kan niet. Ja, maar die is niet zo heel goed. Ja, als ik L druk en ik doe hem omhoog, dan mis ik een bike. Gaan we Oddrot ook resteren en dan doe ik hem opzij. Zie je? Spoor ik het naar beneden. Dus voorlopig even dit. Dus omhoog, L en omhoog. Wacht even. Zo. Pokeball.
super potion. Met mijn melkkorren net in. Doet. Hop je knet. Absorb. Boom. Dood. Ja, een bronzel is ook een stieltype, dus daar heb ik geen goede counter voor. En een stieltype, hè? Fighting? Of doe me dan maar gewoon primclub. Mijn sterkste Pokémon gaan we gewoon mee. Ah, nee, ik kreeg dat van zo. Ook hard confused, hé. Dan gaan we Mount Coronet in. Okay, dan moet ik surfen nodig. Medichart. Het is een hele grote voor de Medichart fighting type. Kan wel. Zullen we die gewoon laten vangen? We hebben een goede fighting type. Ja, laten we maar Pokémon gooien. We willen toch alle Pokémon's gaan vangen die er toch zijn, dus ja. Het is ook een fighting psychic type. Het is best een goeie. En dit is ook weer een commander. Je kan natuurlijk ook allemaal... Ik kan bijvoorbeeld niet omhoog, denk ik. Kan ik hier nog wat doen? Nee, ik kan daar nog niet heen. Bij al die andere stadjes kan ik allemaal nog niet heen. Kom eens kijken, daar zit een klein, moet ik klein play hebben.
Nou, de judo's gaan wel makkelijk zo. Dat is een 5 type. Dat is een fighting type. Tenzij hij ook een rock type heeft, maar ik denk niet. Ja, Machop, zie je. Zo simpel gaat het. Rimpel level hoog. Mooi. Zwekken. Nee, dat doen we niet. Zetten we duwen vol meer. En een pokeball. Nou, daarboven kan ik nog niet komen. Dan moet ik hot climb hebben, zie je. Hot climb. Hier heb je waterval voor nodig. Daaronder staat nog Fishes Man. Onyx. Oeh, bijna. Ik hoop het duel gaat snel gaat evolueren. Psyduck. Dat is geen match van mij bedoel. Oh, wel een hele goede defense dan. Shit. Weet je wat? Pokeball erop. Nee. Ja, ik kan hem niet gebruiken. Welke ga ik nu? Luxio, ga maar Luxio. Gelukkig ben ik net op tijd, want Confusion is super effectief op het doel. Ik wil hem eigenlijk vangen, dus we doen even bite. Even links. Gaan we nog een pokeball gooien. Lekker. Nou, waarom wil je verder? Welke? Leuke verrie.
Kom in mijn hart om zitten, Jan. Moet kijken, ben Nemi. Even kijken, hier is natuurlijk. Nee, ik hoef niet naar de contesthal. Even kijken hoor. Hier zit het Pokémon Center. Ga ik even healen. Dan gaan we naar de gym. En de gym is vooral een fighting type. Dus stel even, jij moet het doen. Waar is de gym eigenlijk? Dit is de contest, kijk. En hier is de gym. Gaan we lekker de gym doen. Oh, ze is not here. Waar is ze dan? Waar is ze dan? Daar kan ik niet heen. Oh, dat is een Pokémon Egg. Dan krijg je een Pini uit namelijk. Wat doen we hier? Wat is dit? Een soort kek idee. Moet ik even de contents in of zo? Ik heb geen zin om contents te gaan doen. Ja, hier moet ik wezen. Hier moet ik eerst in. Ja, maar ik doe geen contest. Vind ik niet leuk. Zie je nog steeds niet? Moet ik ergens anders heen? Oké. Waar moet ik dan heen? Even huisjes in. Kijken wat ik kan doen. Hier zit nu. Ja, er zit wel iemand.
Oh ja, kijk. Nou gaan we een gevecht houden, denk ik. Ja. Oh, de Hardtown City Gym is natuurlijk later. Oh, dat is best gym 5 is dat. Dus daarom kan ik nog niet. Ik moet eerst ergens anders heen. Nee, rol hoef ik ook niet te hebben. Weasel, dan gaan wij bedoeldoen zetten. Nou, daar heb ik nog 2 nodig. Nog een keer tellen. Tijd. Ja, dat is natuurlijk een physical attack. En mijn special defense is hoger dan mijn gewone defense nu. Ponyta, ja, dan gaan we Primplup inzetten. Je maakt geen schijn van kans. Ja, daar heb ik alleen Stelwevia voor. Ik heb geen vuurpokémon. Misschien dat ik nog een goede vuurpokémon tegen kan komen. Maar die hebben ook veel weakness. Dus water is super effectief en steen. Dus ja. Nee, zelfverschrik doe ik het nooit. Zonde van je Pokémon. Oké, nou moet ik naar de volgende city, denk ik. Ja, ik moet daarheen. Naar die town. Dan moet ik of route 9... Astoria City. Je route 9 moet ik op waarschijnlijk. Gaan we nog even healen. Route 9. Zo, we zijn weer vol. Op welke kan ik route 9 voor op trainen?
eigenlijk de duw weer gaan trainen. Zo, we gaan. Hierheen, ja, route 9. Boom. Absorb. Twee baby Pokémon. Bonsla is ook een baby Pokémon. Pichu. Dan gaan we Judith inzetten. Boedoos is super effectief. En laatste bedeel, en dat doen we met Starwave, ja. Kom maar, ik ben 10 levels hoog. Kut. Jezus. Ik ben 10 levels hoger. Ik ben potion. Hier een... kijk, een biberel. Zie je dit? Honing. Stalie heb ik niet nodig. Fisherman. Nou, heb ik een codewoord. Dat is beter dan een old word. Nou, heb ik niet nodig. Een dubbel battle. Laat me Judith maar ook wel gaan trainen. Fijn.
Die is hier wel dood. Oh, verkeerde kant. Maar man, yes, hij is dood met deze. En dat is een Pikachu, dus ik moet even gaan healen. Jullie moeten wel weer store doen. Super potion op en is er genoeg. We stonden om wel. Oh, ik deed de verkeerde boven. Oh ja hoor. Pikachu! Pika pika! Ja. De verkeerde voor neergezet. Ook lekker. De beelddoos is super effectief. Ben ik nu sneller? Nee. Oh, Metaclaw is perfect. Maar Metaclaw is niet zo'n hele sterke aanval. Ja. Ja, laat me even staan. Dus gaan we nog even kijken. Kijk, hier zit nog. Een bekier en. Twee raspberries. Kijk, hier zitten allemaal Pokémon actief. Ik weet niet of ik de goede heb, maar dit is de cowgirl.
goede voor heb staan, maar dat maakt niet uit. Allemaal bidoofs. Oh, bidoof gaat dan even omhoog. Nou, dat is ook weer één. Hier is de Lost Tower. Hier kan je omhoog. Volgens mij zit hier... Kijk, we hebben hier een Pokéball. Stunky. Is ook een hele goeie hoor. Stunky is echt ook een baas. Is ook een hele goede Pokémon. Wat is nou Luidwol? Even kijken. Het is een wateraanval. Ja, dat is beter dan... Wish. Er stort de HP namelijk. Doen. Ja, dan moet ik wel Sarrivia inzetten. Jullie hebben echt geen schrijverkans. Ik heb echt 10 levels hoger zit ik. En Shellos. Ja, daar moet ik mijn duel in zetten. Oh shit, verkeerde. Ja, dan moet ik even dan... Deze moet ik inzetten. Sorry. Geen elektrisch, omdat het ook een deel grondtype is. Waterpuls, mijn defense is best hoog. Zie je, doet helemaal niks. Ja, dat dacht ik wel. Wow, lukt wel, denk ik toch? Ja, perfect. Oeh. Net niet. Met Slappy. Doet ook niks.
doet echt niks. Oh ja, ik ben ook natuurlijk een deel... Doei doei. Yay, ik ga het even proberen. En een grapple, ja. Oh, valstone. Oh ja. Oh ja, ik dacht er ligt misschien hier nog beneden wat, maar... Continu, hè? Continu. Ik hoef niet tegen hen te bedden. Okay, gewoon gaan, gewoon. En weer een beetje omhoog. Ja, metal tank is maar 50 en dat dus kan ik wel gebruiken. Het is een hele sterke aanval. Ja, je gaat niet van mij winnen, mensen. Met een kleffer win je niet van mij. Onmogelijk. Alweer een Zubat, al die Zubats. Doe maar even een Bubble Beam. En hij is dood. Oh, dat is een Pikachu. Dan moet ik dingen inzetten. Gwiffler, jij mag. Ja, het doet geen effect. Speeldozen op zijn bakkes. Al die Pikachu's en Pika. Je wint niet van mij. Ben je op de laatste verdieping? Nee, nog niet. Even kijken hoor.
Kijk, dat is een steensoort. Oh. Ja, dit had ik beter ook met Bentu kunnen doen, maar ik kan het ook met hier doen. Ik kan het ook hiermee doen. Wilbur Beam is super effectief. Oh, sturdy. Dat is een padden die dat sturdy heeft. Dier waarschijnlijk een steensoort. Dus wat we gaan doen is gaan we weer Bedouw trainen. Want ik wil Bedouw laten evolueren. Oh ja, dat is een dubbele. Oh, we hebben geen steensoort. Ik dacht dat die... Ja, dit is wel een goeie. Alleen... Deze kan ik Absorb doen en deze Smackdown op Ponyta. Maar die gaat op mij. Dus dat is echt een. Watergun op mijn hoofd. Ja, dat dacht ik al. Yes. Ja, als die sneller is, ben ik dood. Dus ik moet even nog... Wacht, hoeveel punten gaat eraf? 36, hè? Gaan we even een potion geven. Oeh, gelukkig. Hij doet geen watergun. Als ik een watergun was geweest, dan was het... Low sweep, dat is een fighting move. Kom op. We gaan weer deze kant op. Gaan we deze battle doen? Ik weet niet of ik een goede Pokémon voor heb, maar dat zie ik dan wel. Oh, dat is een dark type. Ja, dan maak ik die kruid. Laten we maar eerst eentje gaan afronden. Dat is die. Ja. Nee, de bedoeling. Ja, ik had beter kunnen wisselen. Dan wat dat een flying type is. Nou, die is in ieder geval dood.
Adrian. Strength. Die heb je ook nodig voor de gym, namelijk. Dan gaan we nu naar beneden. Als het lukt. Oeh, een combat. Nou, gewoon weg. Ik dacht, doe gewoon wegrennen, maar het lukt niet. Hé, hey, waarom lukt... Nou kan ik helemaal niet meer weg. Oké. Okay. Maar we smaak wel. Super effectief. Ja, die krijgt niks, dat is jammer. Naar beneden. Oeh, Cassie. Oh ja, die wil ik wel gaan vangen trouwens. Kijken, doe ik een smackdown op zijn bakkes. Ja, Minok kan nog weer niet weg. Oh ja, en die is dood. Oké. Okay. Ik wil die wel vangen, die Ghastly. Dan heb ik hem in ieder geval. Dan hoef ik hier niet meer terug. Doen we even een Thundershock. Ja, want die is minder sterk dan, dan de Spit. Spijt. Ja, we willen gewoon een pokeball gooien. Ja, we hebben een Ghastly. Ghost and Potion type. Oh, een hele goede trouwens, Ghost and Potion. Nou, een Dark Move is dan super effectief. En een Confusion ook. Oké, die wil ik even overslaan. Ik wil even gaan healen. Dan gaan we die even gevecht weer doen. Tuurlijk. Maar ik weet nog niet als het een psychic Pokémon is. Kan ik er beter wisselen? Nee, met de tijd met de chop. Dat is wel goed. Doen we eerst mijn chop back. Super effectief. Alleen is niet zo heel sterk. Kut. Het gaat mijn speed naar beneden, maar dat maakt niet uit. Meditaart, dan kan ik het met pack afmaken.
Als het lukt. Ik ben er niet meer zo snel meer. Die is dood. Doe me anders even een bilbeam, want die is sterker. Oh ja, dat is super effectief. Ja, die is sterker namelijk. Pek is niet zo sterk. Perfect. Moet ik weer gaan healen? Wat? Oh ja, ik had hier een pokbal liggen. Moet ik even dit? Ja. Stealing. Oh ja, dat is een hele goeie. Dat is sterke. Gaan we weer healen? Blijven healen. Steelwing, hè? Oh ja, dat is Twint. Je kan Stavavia leren. Want het is een 70, maar het is wel een... ik denk dat die... Kijk, die twee is... het gaat tackle weg. Het is wel minder 90 kans, maar het is wel een hele sterke... aanval. Dit is de daycare. Heb je hier zitten? Maar we gaan door. Ja. Die kunnen ook heel veel gaan trainen. Doen we even maar Stunky uitschakelen, want dat is natuurlijk een Poison type en een Dark type. Oh, bijna. Heel juist. Oh nee, dat doet pijn. Dat heeft niet zo perfect. En dan gaan we Stunky hier dit doen. Nou, ik klem in jouw bilbobine. Nou, hopelijk dat hij dood is. En dan is die dood. Hier kunnen we echt heel veel gaan trainen, merk ik. Dus wat ik doe. Clever dan geen psychic aanvallen heeft, dan is alles goed.
Ja, dan gaan we hem wel weer wisselen. Kijk, dat is een fairy type move. Hoeveel kun je er? Maar maakt niet uit. Blijf maar lekker staan, joh. Super effective, hè, met de klauw. Farm Café. Oh, dan gaan we hier 215 in. Maar we gaan nog even trainen, denk ik. Kunnen we hier wezen? Met hem gaat. Zij is de beurt. Team 51 krijgen we. Oh. Oeh, Ponyta. Ja, dat vind ik niet zo'n heel goede optie. Ponyta is ook een goede weapon. Dat is best wel een goede fighting. Eigenlijk is Ground Life beter. Maar als we die. Oh nee, ik ben burn. Ik ben burn. We doen maar even. Kijk hoor. Nou ja, sloop ik hem met Bilbobeen. Dat wil ik even niet. Niet hebben, maar dit wordt ook zo'n lang battle. Oké. Okay. Omdat ik ook nog burn ben. Nou, doen we dan mijn Bilby. Zo heb ik hem, maar dat maakt niet uit. Gaat mijn defense naar beneden, toch? Accuracy, oh. Ja, dit gaat nog lang duren. Laat me iets hebben wat lekker snel gaat. Doe even mijn Luxio er maar uit. Ja, Primtap is burnt, dus die sowieso niet eruit gooien. Dat doet Luxio wel. Doen we maar Spark. Boom.
Zie je wel, Freek? Nee, blijf maar zitten. Giraffreek is een... Volgens mij kan ik daar bijt op doen. Het is een psychic soort, toch? Ja. Kijk, area is 60 en dan de target death and miss, zou maar zeggen. Maar dit is een physical attack en deze mist niet. Dus ik doe hem wel voor wing attack, want hij mist nooit. Als mijn cursus naar beneden gaat, dan mist hij nooit. Nee, oh, laat me zitten. Zijde ook, laat me zitten. Oh, verkeerde. Ja, oké. Nou heb ik daar ook nog een duel battle, maar... We hebben volgens mij nog één duel battle te gaan. Of één of twee battles en dan stop ik ermee. Zie je? Laat maar eens... Met de Cloud Clefairy doen. Ja, dat kan ik overleven namelijk. Dan is die dood. We zijn weer vol. Hoofdkeer. En dan doen we Build Up Beam. Oh ja. En Ponyta. Ik wil eigenlijk wegwezen. Maar dat lukt niet. Laten we maar gewoon een ander Pokémon opzetten. Laten we zeggen, we doen even Quibbler erop.
Ah, ik wil hem wel vangen. Alleen, hij wil niet. Moet ik dan weer een Great Ball gooien of zo? Maar ik heb geen Great Balls. Denk ik. Ja, yep. We hebben hier wel een Ponyta. Zet mij in de mopbox. Ja, het kan nog lang duren, denk ik. Zolang het not. Ocean, mooi! Want dan werkt dit ook wel extra mee. En dood. Gaan we kijken hoeveel dit nou werkelijk... Ja, wat paralyzed, dat dacht ik al wel. Dan gaan we gewoon even wisselen hierna. Dan ben ik iets langer bezig met normale dan normale. Ik heb hier... Vuurkat Lignoord. Is dat zinloos? En we hebben een gate one.
Nou, dat was het voor vandaag. We gaan volgende keer verder naar het Route 215 en naar de gym. Misschien de gym battle tot de volgende keer. Op de volgende route. In de volgende stad. Dus wil je niks missen? Abonneer mijn kanaal. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye. Doei.